toen Go Ahead en Almere elkaar dit seizoen in oktober eerder troffen. Was het een duel tussen twee mede-koplopers. Nu zijn het de nummers 4 en 10. En de eerste kans is voor Go Ahead. Bal ingeschoten door Langendijk. De redding is goed van Etamadi. De nieuwe doelman van Almere overgekomen van de Graafschap. En hier zit hij mis, maar gaat de bal naast. Gelijk belangrijk dus Etamadi voor de ploeg waar hij tussen 2013 en 2016 ook al voor speelde. Hier krijgt na een klein half uur Almere een strafschop. Een makkelijk gegeven strafschop door scheidsrechter Dieperink. Het lijkt er toch echt op dat het Meijer is die de overtreding maakt op Baas en niet andersom. Stegeman kan het niet geloven. Maar de penalty is er en wordt binnengeschoten door Vossenbelt. En zo staat Almere, dat de laatste 4 competitiewedstrijden allemaal verloor, op voorsprong bij Go Ahead. Dit is vlak voor rust als daar de gelijkmaker is van Paco van Moorsel. De man die in de spits mocht beginnen in plaats van Thomas Verheid. Bal doorgekopt, uitstekend gedaan door Veldmaten. En bij de tweede paal binnengewerkt. Dan zitten we een kwartier voor tijd en mag Verheid invallen. Komt in de ploeg voor Baks. En dit is, nou wat is het, een halve minuut later. De dieptepaas gemist. Navratil houdt het overzicht. En daar is Verheid. Wat een binnenkomer voor hem. En wat een lekkere manier om je gram te halen. Zijn 7e van het seizoen. En de voorsprong dan toch voor de Go Ahead Eagles, die wel de hele wedstrijd sterker waren. En de ploeg van Stegeman gaat op zoek naar de treffer die de wedstrijd helemaal in het slot zou gooien. Dekker, de nieuweling, ingevallen en Verheid met de kopbal. Nog aangetikt door Etamadi, die bijna ook nog zijn 2e. Een paar minuten te gaan nog. Almere zoekt naar de gelijkmaker. Iedereen naar voren, chaos in de 16. Daar is Ramos, maar die jaagt hem heel ver over. En dat betekent het einde van deze wedstrijd. Go Ahead, de ploeg van Stegeman, wint met 2-1. Met dank aan invaller Verheid.